Ik ben Martin van Doren, ik ben 47 jaar, vader van 2 kinderen en kom uit Utrecht. En ben zanger van beroep. Ja, ik word bestempeld als een levensliedzanger, maar ik zing allround. Van top 40 tot noem het maar op. Ik ben van alle markten thuis. En ik werk in een café in Amsterdam, op het Rembrandtsplein, Bloemenweppie. Mijn twijfels waren, ja, ik heb dan gekozen voor de fillerbehandeling. Heb ik hier onder bij mijn wallen laten doen. En mijn twijfels waren, ja, ik was gewoon heel bang voor de naalden, zeg maar. Ik heb er echt een jaar tegenaan lopen hikken van, zou ik het wel doen, zou ik het wel doen? Nou, toen zag ik een filmpje voorbij komen van een partij voor injectables. En toen dacht ik van, nou, ik ga ervoor. Maar ervaring, ja, je bent gewoon heel geruststellend. Je voelt je eigenlijk op je gemak, je legt het allemaal goed uit. En ja, ik heb er niks van. Ja, 2 kleine prikjes, maar voor de rest heb ik er heel weinig van gevoeld. Pijnloos, ja, ik vond pijnloos. Kijk, wie mooi moet zijn moet pijn lijden, is een spreekwoord, hè. Maar ik had die stap wel eerder moeten nemen en niet zo lang moeten wachten. Het resultaat vind ik, ja, ik heb net in de spiegel gekeken. Ik denk, het is wel een heel verschil. Ik heb al een heel frissere blik. En ik denk dat het morgen nog beter is. Wordt alleen maar mooier. Welke persoon zou ik het aanbevelen? Ik zou het eigenlijk aan iedereen aan willen raden. Als je twijfelt over jezelf, weet je wat? Als je denkt van, ik zie er vermoeid uit, terwijl je dat helemaal niet bent. Het is gewoon voor iedereen aan te raden, voor mannen, vrouwen. Ongeacht welke leeftijd je ook bent, tenminste. Er is wel een leeftijd aan verbonden natuurlijk. Maar als je denkt van, ik zie er vermoeid uit, ik heb ballen of weet ik veel wat. Gewoon doen. De afspraken die ik met jullie gehad heb, vond ik heel perfect. Je kreeg sms'jes binnen, netjes een e-mailtje binnen, wordt netjes opgehaald. Ja, je voelt je eigenlijk helemaal thuis hier. Je bent niet zoiets van, oh, ik zit nu bij een dokter of zo, dat niet. Nee, ik voel me eigenlijk helemaal thuis.